Momenteel zijn er vrij veel nieuwe mensen in de wereld van crypto ingestapt en ik merk al vaak dat als de crypto markt een klein beetje omlaag gaat, dat er dan al vaak veel paniek ontstaat, dat er vaak veel wantrouwen ontstaat als het ware, veel onzekerheid in de markt. Als we bijvoorbeeld op crypto insiders kijken, dan zien we inderdaad dat de bitcoin koers afgewezen is, dat die teruggaat onder de 50.000 dollar, dat de onzekerheid blijft op dat moment. En daarom hoor ik ook vaak mensen zoals, ja de crypto wereld is nu 3% naar beneden gegaan. ik snap niet, wat doe ik nou precies verkeerd, want het ging allemaal zo goed, ik ben Ingestapt op de top, uiteindelijk is mijn hele portfolio 25% gedaald. Ik denk dat crypto gewoon helemaal niks voor mij is. Dus ja, dan zeg ik altijd: oké, okay, ik snap natuurlijk dat het spannend is, maar het is heel belangrijk om een goede strategie te hebben. Om in ieder geval te weten of je voor de lange termijn belegt of je voor de korte termijn belegt. Dus in jouw geval, beleg jij voor de lange termijn of voor de korte termijn? Nou ja, voor de lange termijn, ik ben nu zo'n 30 jaar oud, en ja, ik denk dat ik sowieso iets van 10 jaar lang ga beleggen. Oké, okay, laten we dan eens even naar de grafiek kijken van Bitcoin. Want als we kijken naar de 15 minuut grafiek, hè, dus elk balkje, elke candlestick, zoals dat wordt genoemd, is 15 minuten aan prijsactie. Dan lijkt het inderdaad niet zo fantastisch te zijn op dit moment. We lijken gewoon keihard naar beneden te gaan. Als we naar de 1-uurs grafiek gaan, dan is dus elk balkje 1 uur aan prijsactie. Dan lijkt het op zich al een, minde, een stukje minder spannend. We zijn een stuk omhoog gegaan, toen even zijwaarts en nu weer een stuk omlaag gegaan. Nou, 4-uurs grafiek gaan we die er even bij pakken. We zien dat we eigenlijk sinds 4 december. En dit jaar, dus 4 december 2021, natuurlijk een paar weken geleden, dat we voornamelijk een stukje naar beneden gingen. Toen weer een stukje omhoog, en nu mogelijk weer een stukje naar beneden. Gaan we dan naar een dagelijkse grafiek. Dan zien we dat we nou, vanaf uh, begin dit jaar, of in ieder geval vanaf juli dit jaar 2021 vrij hard omhoog zijn gegaan. Vanaf 30.000. Helemaal naar boven naar uh, 66. 67.000. 67 en dan nu inderdaad terug naar 49.000 natuurlijk in dollars. En als we hem helemaal uitzoomen, dan zien we dat we nou, vanaf bijvoorbeeld uh, even kijken, januari 2019, dus bijna twee jaar geleden, dat we toen echt bizar hoog zijn. Uh, of bizar veel zijn gestegen. Dus toen stonden we echt op een uh, heel erg dieptepunt. Van uh, 3.000, 4.000. We zijn nu op bijna 50.000. Dus een stijging van 1241%. Wat ik hiermee wil aangeven is als je inderdaad op de lange termijn belegt als je inderdaad zegt van oké, okay, ik wil ik, ik ben nu 30 en ik wil 10 jaar lang gaan investeren, dan heeft het heel weinig tot geen zin om te kijken naar die 15 minuut grafiek, naar die 1 uur grafiek, naar die 4 uur grafiek of soms zelfs naar die dagelijkse grafiek en kun je misschien het beste kijken naar de wekelijkse grafiek om bij te houden wat bitcoin op de lange termijn aan het doen is. Want nogmaals, als je op de lange termijn belegt, dan is er op dit moment helemaal niks aan de hand, dan heb je gewoon een bizar hoge stijging meegemaakt als je natuurlijk al een tijd in crypto zit. En als je nog maar net begonnen bent, kan ik me voorstellen dat het soms eventjes spannend is. Maar nogmaals, als je tien jaar lang gaat beleggen, heeft het geen zin om op de korte termijn bepaalde beslissingen te gaan maken. Dus als je nog maar een paar weken, een paar maanden bezig bent, geen zorgen. En als je inderdaad die visie hebt om tien jaar lang te gaan beleggen, zorg er dan voor dat je gewoon het nog een paar jaar afwacht en uh, ja, dat je op die manier je strategie gaat opbouwen. Maar dan krijg ik wel eens de vraag: van oké. Okay, Waarom zijn we dan nu 3% omlaag gegaan? Wat is er dan precies gebeurd dat we nu ineens zomaar omlaag zijn gegaan? Nou, er zijn natuurlijk heel veel factoren om op te noemen. En het is vaak onmogelijk om precies alle factoren te weten. Maar ik zal gewoon een paar kleine factoren noemen die mogelijk invloed hebben op de prijs. Want uiteindelijk weten we dan natuurlijk nooit precies waardoor die prijs omhoog of omlaag gaat. Nou ja, we weten het wel, vraag en aanbod. Maar we weten niet zo goed wat de factoren exact zijn die die vraag en aanbod gaan beïnvloeden. Een van de factoren die zou dit verhaal kunnen zijn... Het kan zijn dat de beleggers in de Verenigde Staten momenteel eh, wat Bitcoin of eventueel ook aandelen aan het verkopen zijn, en dat heeft allemaal te maken met belastingen. Het komt er in het heel kort op neer dat bepaalde mensen nu Bitcoin verkopen, zodat ze een bepaald verlies hebben, zodat ze daarover geen of weinig belastingen hoeven te betalen, en dat ze Bitcoin meteen weer gaan inkopen om dan zeg maar de nieuwe run voor 2022 te gaan starten. Als je iets meer daarover wilt weten, want het is nogal een technisch, een belastingtechnisch verhaal, dan kun je zeker even deze website bekijken. Ik zal hem onder hier. De, in, de, in de beschrijving zetten van deze video. Ten tweede is het natuurlijk ook zo. Ik ben gisteren live gegaan. En toen zei ik tijdens de livestream ook dat we mogelijk binnenkort in de komende dagen tijd even een stukje omlaag zouden gaan. Ik zei het volgende. Momenteel lijkt het erop dat wij dicht bij een stukje Resistant zijn. Dat is deze 55 Exponential Moving Average, dat is deze witte lijn. Dus het kan zijn dat wij op korte termijn weer even een stukje naar beneden gaan. Maar het zou goed kunnen zijn dat wij inderdaad de komende dagen slash week dat we nog even een stukje naar beneden gaan. Wat een fantastische analyse natuurlijk. Ja, dit zei ik dus over Polkadot, maar in principe geldt het ook voor de hele crypto-markt dat het inderdaad eraan zat te komen dat er een kleine correctie zou plaatsvinden. En ten derde wil ik ook zeggen dat het zeker nog verder wel een stukje verder naar beneden zou kunnen gaan in de komende weken tijd. Het kan makkelijk verder zakken. Het zou zeker nog naar bijvoorbeeld 47.000 dollar kunnen gaan. Uh, onder de 45.000 dan wordt het wel iets problematischer denk ik. En dat heeft voornamelijk te maken met de zogenaamde fractal. Aan het einde van deze video zal ik even vertellen hoe je daar meer informatie over kunt uh, leren. Ik zag namelijk een soort van patroon ontstaan in de afgelopen weken tijd op de grafiek van Bitcoin. En dat patroon dat kwam overeen met een patroon dat eerder dit jaar, in, vanaf maart, vanaf februari, maart eh, tot en met ongeveer eh, juli 2021 ook is voorgekomen. Dat wij eerst dit patroon zagen, een soort van w-vorm als het ware, bijna een soort van head and shoulders, is een uh, moeilijke, ja, een soort van, uh, is een patroon in de wereld van technische analyse. Dat we toen inderdaad hard naar beneden gingen, een stukje consolidatie, dus dat Bitcoin binnen een vrij klein prijsbereik aan het treden is. Is. Dat zijn we dus nu ook aan het meemaken. Het zou kunnen zijn dat wij mogelijk de komende weken tijd weer even een stukje gaan corrigeren naar beneden toe, naar, naar 47, 46, eventueel 45.000 dollar, 45 dollar natuurlijk. En dat we vervolgens weer een stukje consolidatie meemaken om daarna weer omhoog te gaan. Dat is voor nu het scenario dat ik zelf het meest aantrekkelijk vind. Het hoeft zeker niet zo, per se, zo precies te gebeuren, natuurlijk. Maar dat is inderdaad het scenario waar ik zelf momenteel naar aan het kijken ben. De conclusie is in principe als volgt: dat je weet wat voor strategie je aan het toepassen bent. Of je op lange termijn aan het beleggen. Bent of je op korte termijn aan het beleggen bent. En als je inderdaad op de lange termijn aan het beleggen bent, zorg ervoor dat je weet van oké, okay, 3% naar beneden in één dag tijd voor crypto is helemaal niks. Dat is gewoon een normale dag in de wereld van crypto. Als je Twijfelt, when in doubt, zoom out. Oftewel, wanneer je inderdaad twijfelt over de prijsactie, ga dan lekker even kijken naar de grotere timeframes, de hogere timeframes, de wekelijkse grafiek, om te bekijken hoe dat plaatje er precies uitziet. Als je wat meer informatie wilt weten over de fractal die ik net noemde, bekijk dan even deze video. En daarmee wil ik je enorm bedanken voor de tijd die je vandaag hebt gestoken in het bekijken van deze video. Fijne feestdagen en tot ziens. Doei!